Hey, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie en wat leuk dat je luistert. Het is een veelbesproken onderwerp. Eenzaamheid. En om te voorkomen dat je eenzaam wordt, is een sterk sociaal vangnet nodig. En daar moet je nu al mee aan de slag, vertelt Theo van Tilburg van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Want met een potje bingo op je 80ste ben je eigenlijk al te laat. Eenzaamheid lijkt wel het probleem van deze tijd. Krijgt ontzettend veel aandacht. Wat denkt u? Is eenzaamheid toegenomen in de afgelopen jaren? Is er meer eenzaamheid in Nederland gekomen? Nou, dat zijn er aardig wat die dat denken. En laten we beginnen om te vaststellen dat hiervoor veel meer aandacht voor is. Ja, eenzaamheid is hot. Dat is een topic waar we het over hebben tegenwoordig. We hebben het over onze emoties. We hebben het over onze gevoelens. Dat is belangrijk tegenwoordig om de aandacht aan te besteden. En eenzaamheid is ook veel meer in beeld. Gemeenten met de keukentafelgesprekken bijvoorbeeld en andere organisaties, de wijkverpleging, zij komen eenzaamheid tegen. Heel vaak. En als ze tegenkomen, ja, dan willen ze ook graag wat aan doen. Het meest extreme voorbeeld is een mevrouw, ze heette Beb de Bruin, die 10 jaar dood in haar huis lag in Rotterdam. 10 jaar, moet u je voorstellen. Ze had een dochter. Die dochter was in 20 jaar niet bij haar op bezoek geweest. Ze werd uiteindelijk gevonden omdat de gasleiding gerenoveerd moest worden. Dus die mensen, al deze mensen, waren zeker heel erg alleen. Maar waren ze ook eenzaam? Eigenlijk weten we dat niet. Er zijn zo'n ongeveer 3 miljoen ouderen in Nederland en een startweef bij 65 jaar. Dat is natuurlijk een willekeurige start, maar daar doen we het nu even mee. Van de 65-jarigen is er ongeveer 25% eenzaam. 1 op de 4. Kijken naar de oudste in ons onderzoek, 95 jaar, dan is ongeveer 62% eenzaam. 2/3 van hen is eenzaam. Dus eenzaamheid komt heel vaak voor. Maar wat is eenzaamheid nu precies? Eenzaamheid is een gevoel. Dat kan je niet van buitenaf zien. Eenzaamheid is een gevoel dat je te weinig relaties hebt of dat de kwaliteit van je relaties niet goed genoeg is. En dan onderscheiden we emotionele eenzaamheid. Dat betekent dat je een leegte hebt. Dat je een gat in je lijf als het ware voelt. Sommigen zeggen ook dat het echt pijn doet. Je mist intimiteit. Je mist een vertrouwenspersoon. En we hebben sociale eenzaamheid. Dat betekent dat je er niet bij hoort. Dat er allerlei dingen gebeuren waar je geen deel van uitmaakt. Dat je eigenlijk niet een onderdeel voelt van de samenleving. En ik vertelde u al over mevrouw Beb de Bruin. Zo'n schokkende gebeurtenis, dat heeft ons wakker geschud. Dat in Nederland kan gebeuren. Iemand die zo lang dood in huis ligt. Maar nu naar de cijfers. 20 jaar geleden, 1996, waren er 2 miljoen ouderen in Nederland. Daarvan waren er 700.000 eenzaam. 20 jaar later, in 2016, waren er 3 miljoen ouderen in Nederland. En we hebben in ons onderzoek vastgesteld dat er 900.000 mensen eenzaam waren. 1996, 36%. En in 2016, 30%. We hebben meer ouderen, dus er is ook meer eenzaamheid. Mogen we blij mee zijn dat we zo oud kunnen worden. Maar er zit ook een schaduwzijde aan. Maar de individuele kans dat iemand eenzaam is, is in vergelijking met een leeftijdsgenoot van 20 jaar geleden, is kleiner. Dit zijn gegevens die uit ons onderzoek komen. De Vrije Universiteit doet een heel lang onderzoek naar eenzaamheid. Eenzaamheid is moeilijk grijpbaar. We hebben intussen ruim 5000 mensen in het onderzoek betrokken. We vragen onder andere naar hun gezondheid, naar hun leefstijl en we vragen naar hun netwerk. Hun netwerk van sociale relaties. Want het netwerk van sociale relaties is heel erg belangrijk. U staat in het midden. Jij. En daaromheen zie je allerlei mensen. Sommige mensen staan wat dichterbij, sommige mensen wat verder weg. Het zijn mensen die je op verschillende manieren bent tegengekomen. Sommige mensen ken je misschien al heel erg lang. Misschien nog wel van je lagere school. Van het dorp waarin je bent opgegroeid. Andere mensen zijn later in je leven gekomen. Collega's bijvoorbeeld, of toen je zelf jonge kinderen had, ouders van andere kinderen. Het zijn allemaal manieren om mensen in dat netwerk te krijgen. In dat netwerk is ook die partner heel erg belangrijk. Ja, een partner, veel van de ouderen hebben een partner tegenwoordig. Hè, omdat we allemaal langer leven. En die partner is enorm belangrijk. Heb je lief en leed mee gedeeld? Over een hele lange periode. Heb je van alles meegemaakt? En ja, daar kan je je dagelijkse dingen mee delen. Er is altijd aanspraak. En die partner die is belangrijk dus als een bescherming tegen eenzaamheid. En wanneer die verliest, veel mensen maken dan op zijn minst een periode van ernstige eenzaamheid door. Maar een partner is geen garantie tegen eenzaamheid. We weten dat 1 op de 6 mensen met een partner ook eenzaam is. Dus je moet ook zorgen dat het netwerk
groter is dan alleen die partner. Op een gegeven moment, ja, als je oud wordt, dan gaan de dingen veranderen in het netwerk. Iedereen heeft meegemaakt, je bent wel eens verhuisd. Op een gegeven moment, ja, dan kom je in een nieuwe situatie terecht. Je moet weer nieuwe mensen leren kennen. En zo sluipende wijze gaan de allemaal mensen uit het netwerk, die verdwijnen. Oh ja, hoe is het eigenlijk met die? Die heb ik al een tijd niet gezien. Dat is wat je meemaakt. Ook ouderen maken dat natuurlijk mee. Maar zij hebben wel wat extra's, wat bijzonders. Namelijk, dat is hun gezondheid. Die gezondheid gaat achteruit. Mensen in het netwerk, ja, op een gegeven moment overlijden er. Dat netwerk wordt kleiner. Mensen kunnen zelf natuurlijk ook. Hè, die krijgen gebreken. Het wordt moeilijker om op uit te gaan. Om mensen te ontmoeten. Dus dat netwerk wordt echt wel wat kleiner. Er ontstaan ondertussen wel wat nieuwe relaties. Maar uiteindelijk is de balans van winst en verlies is wel vooral verlies. Er zijn ook van mensen die zeggen, ja, dat hoort bij de ouderdom. Ja, als je oud bent, dan word je eenzaam. En ik heb er net ook eigenlijk verteld, ja, dat is een beetje onontkoombaar. Heel veel mensen ontvallen je. Wij komen één keer in de 3 jaar bij de mensen thuis voor ons onderzoek. En we vragen hoe dat met het netwerk is. En we vragen ook naar een eenzaamheid. De mensen die bij ons laatste bezoek zeiden dat ze eenzaam waren, 60% daarvan was er 3 jaar daarvoor ook. Dus dan praat je echt over een langdurige situatie van eenzaamheid. Het is ook nog eens slecht voor je gezondheid. We weten dat mensen die eenzaam zijn, dat die 1,5 keer zoveel kans hebben op het ontwikkelen van dementie, de mensen die niet eenzaam zijn. 29% meer kans op het ontwikkelen van hartziekte. Gemiddeld leven eenzame mensen 4 jaar korter dan niet-eenzame mensen. Ja, dit zijn getallen met een groot risico van eenzaamheid op eerst ziekte en vervolgens overlijden. Onderzoek laat zien dat het risico zelfs groter is dan dat van zwaar overgewicht. Wat we ook wel zeggen, het is zelfs zo groot, eenzaamheid is het nieuwe roken. Wil niet zeggen dat je beter kan gaan roken. Dat is niet de boodschap hier. Hoe komt het nou eigenlijk? Nou, er zijn 2 groepen van factoren die hier van belang zijn. Het eerste is dat er wat in je lijf verandert. Eenzaamheid is een vervelende situatie, er ontstaat stress en je kan er minder tegen doen. Je reageert slechter. We kennen bijvoorbeeld dat eenzame mensen slecht slapen. Dat betekent niet kort slapen, maar slecht slapen. En als je slecht slaapt, dan herstel je niet en dan ben je ook minder in staat om met al die vervelende dingen om te gaan. Een tweede belangrijke oorzaak is de leefstijl. Je moet een gezonde leefstijl hebben, want daarmee blijf je veel langer gezond en blijf je langer leven. Mensen die eenzaam zijn, die zoeken eigenlijk ook een beetje de risico's op. Die zorgen slecht voor zichzelf. Die hebben misschien ook niet iemand die op hen let. En ja, het gevolg daarvan is ook, ze gaan slecht eten, ze gaan te veel drinken, ze bewegen te weinig, ze gaan niet op tijd naar de dokter als dat nodig is. Dus daardoor ontstaan er ook eerder ziekten en daardoor overlijden ze eerder. Mensen die eenzaam zijn, komen eigenlijk in een rotsituatie terecht. En om uit die rotsituatie te komen, dan moet je jezelf eigenlijk hervinden. Maar mensen vinden dat moeilijk. En als ze dat proberen, het zijn niet altijd de meest vrolijke mensen op dat moment. Dus dan is het ook niet zo'n leuk gezelschap. Dus ze krijgen ook vaak negatieve reacties. Of mensen worden op een gegeven moment zat. Heb je het nou weer over dat probleem? Ga eens positief, ga wat doen. Ja, en in die situatie ontstaat eigenlijk een neerwaartse spiraal. Want mensen krijgen slechte reacties op hoe ze zijn. Nou, daar worden ze zeker niet vrolijker van. En op het moment dat ze niet vrolijker worden, worden ze nog meer aantrekkelijk voor andere mensen. Krijgen weer meer negatieve reacties. En ze zullen ook niet zo snel dan weer op mensen afstappen om die nieuwe contacten te maken. Ja, en dan eindigt het in eenzaamheid. Bij bingo kan het ook gebeuren. Bingo is zo'n voorbeeld. Op het moment dat je daar leuk met die activiteiten gaat doen en iemand staat te slingeren aan zo'n ding en je roept dan die getalletjes, ja, dan lijkt het heel erg vrolijk. Dan ben je actief. Maar probeer dan eens een praatje aan te gaan. En als je eenzaam bent en je hebt niet zoveel te vertellen, of je bent ook niet gewend om met anderen om te gaan, dan is dat best lastig. En is de kans dat mensen eigenlijk een beetje naar op je gaan reageren, een beetje afhoudend. Die denken, oh, daar is wat mee. Ja, dan maak ik even een praatje mee, maar ik ga zo snel mogelijk door naar iets anders. Of ik ga naar de bar om een kopje koffie te halen. De kans dat ze daar een hartsvriend of hartsvriendin gaan ontmoeten, die kans is niet zo groot. Toch, bingo kan wel een beetje helpen, want het zorgt namelijk voor afleiding. En afleiding kan tijdelijk helpen. Waarom? Je bent even bezig, je doet wat. Je denkt even niet aan het probleem. Dat is op zichzelf goed, want dat vermindert die stress. Je hebt ook even wat controle over je leven. Je bent actief,
Maar uiteindelijk helpt het niet, dus we moeten zoeken naar echte oplossingen. Ja, wat zijn dan echte oplossingen? Dat is lastig. Want ineens moet je andere dingen gaan doen die je in jaren niet hebt gedaan. Je moet ineens weer nieuwe vrienden gaan maken. Als je niet eenzaam bent en je begroot de vriendenkring, dan lijkt het heel erg eenvoudig. Het komt allemaal op je af. Je hoeft een beetje wat te organiseren of andere mensen te organiseren. Maar als je dat niet hebt, waar begin je? Daar heb je vaardigheden voor nodig. Ja, en die vaardigheden, als je die heel lang niet geoefend hebt, hoe ga je die opdoen? Nou, één van de manieren om dat te doen, ik zeg niet de enige manier, maar één van de manieren om dat te doen, is dat je een cursus gaat volgen. Je kan bijvoorbeeld een cursus gaan volgen waarop je wat meer, waarop je weer wat meer grip krijgt op je leven. Dat je wat meer zelfvertrouwen opbouwt. Dat je leert om weer dingen te doen, dingen te ondernemen. We weten ook van activiteiten waar mensen geholpen worden om die dingen te doen. Waar ze vroeger goed in waren. Of waar ze zeggen, van, nou, dat zou ik toch wel eens willen doen. Mensen worden gestimuleerd om weer echt nieuwe activiteiten te doen. Dat is belangrijk, want dan heb je weer wat om over te vertellen, om positief over te zijn. Zie je wel, ik kan wat. Ik kom mensen tegen die ook diezelfde hobby hebben. Belangrijk in al deze voorbeelden is dat je zelf iets doet. Ga niet zitten wachten tot iemand anders wat voor jou doet. Dat is niet een goede strategie, je moet zelf wat doen. En ja, voor ouderen is het ook heel erg belangrijk dat ze natuurlijk ook de moderne middelen gaan gebruiken. De sociale media is een heel goede manier om contact te onderhouden, vooral als je wat slechter te been bent. Ja, het is zo makkelijk. Je kan zelfs in je luistoel blijven zitten. En dan kan je nog sociale contacten onderhouden. Ik wil u graag meenemen naar de toekomst. Hoe gaat onze toekomst uitzien? We worden allemaal ouder. En dat is ook maar goed. Onze hele bevolking gaat vergrijzen. Betekent ook dat er dan meer eenzaamheid gaat ontstaan. Ik denk dat het niet hoeft. Ik denk dat er zat activiteiten zijn die helpen tegen eenzaamheid. We moeten ervoor zorgen dat die activiteiten beter worden, dat ze effectiever worden. Dat ze dieper ingaan en niet alleen maar de oppervlakkige contacten gaan stimuleren. We moeten zorgen dat we onze persoonlijke netwerken gaan maken. En op het moment dat die persoonlijke netwerken groter worden, en vooral als je daar op tijd mee begint en het volhoudt tot op hoge leeftijd, dan gaan we een prachtige toekomst tegemoet. Dank u wel. Ik hoop dat je het een leuk en leerzaam college vond. Check vooral ook de rest van onze playlist, want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. Tot de volgende!